Katwijk staat stil bij de aanslagen in Parijs, nieuwe dirigent voor Excelsior en de Sint is weer in het land. Welkom, dit is RTW Magazine. De aanslagen die afgelopen vrijdag plaatsvonden in Parijs en ruim 100 levens eisten, schokten niet alleen Frankrijk, maar de hele wereld. Maandag om 12 uur 's middags werden in veel landen een minuut stilte in acht genomen. Bleven treinen even staan op stations, bleven verschillende radiozenders stil en ging op veel plaatsen de vlag ook half stok. Ook in Katwijk werd stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslagen, die het terrorisme van IS ineens angstaanjagend dichtbij bracht. En dan lokfietsen. Misschien heeft u het zelf meegemaakt, uw fietsen gestolen. Dat zou zomaar kunnen, want in juli vorig jaar was er een enorme piek in het aantal fietsendiefstallen. Daarom heeft de politie vanaf begin augustus 2015 de lokfiets 32 keer ingezet. Een fiets met een ingebouwd GPS-systeem. En met succes. Ja, nou, u moet eigenlijk zo zien dat die 32 keer, dat betekent dat de lokfiets 32 keer ergens gestald werd. En van die 32 keer hebben we 5 keer resultaat gehad dat die daadwerkelijk weggehaald werd. En dat we direct konden overgaan tot een aanhouding op heteraad, zoals het dan heet. Dus nou ja, zet je dat weer weg ten opzichte van die cijfers van elkaar, ja, dan kan je concluderen dat het eigenlijk een behoorlijk effectief middel is. De lokfiets is niet het enige middel. Er zijn veel partijen bij betrokken. De politie spreekt van een mooi resultaat door deze samenwerking. Nou, de lokfiets is een van de middelen die de politie ter beschikking heeft. En het is eigenlijk het middel wat je tweeledig kan uitleggen. Je kan het preventief inzetten door bijvoorbeeld net als nu een interview te geven over wat de lokfiets kan doen. Waardoor mensen in ieder geval gaan nadenken, diegenen die dit zeg maar voor ogen hebben, van nou, het is niet handig om een fiets te stelen. En ten tweede is het gewoon echt een repressiemiddel om heterdaad situaties zeg maar te creëren. En het is helemaal afgekaderd wanneer je zo'n fiets mag inzetten. Het is namelijk niet zo dat de politie Katwijk zelf beslist van nou, laten we eens even die wijk een lokfiets neerzetten. Nee, er zijn aangewezen gebieden voor. Vorig jaar in de zomermaanden hebben we ernstig overlast gehad van heel veel diefstallen van fietsen en bromfietsen. Vooral op het gebied van de boulevard en het centrumgebied. Naar aanleiding daarvan hebben we dit jaar in samenwerking met heel veel partners, maar vooral de gemeente die regiehouder is geweest van het hele project wat we zijn begonnen al in februari en wat gestopt is op 1 oktober. Hebben we heel veel maatregelen ingezet om vooral weer terug te gaan naar normale waardes. En eigenlijk kunnen we zeggen dat we zo succesvol zijn geweest dat we nu sinds 2011 nog nooit zo laag hebben gescoord als nu. Dus de samenwerking wat echt wel anders is geweest dit jaar als voorheen, heeft eigenlijk het resultaat gegeven dat we behoorlijk gescoord hebben op dat gebied. En uiteindelijk de burgers dus vooral gescoord hebben. Het gebruik van andere opsporingsmiddelen helpt ook om diefstallen te voorkomen. Op die manier kan je zeg maar, de professionele daders die bijvoorbeeld met een bestelbusje komen om meerdere fietsendiefstallen tegelijkertijd te plegen, om die er voor die tijd al uit te halen. Lees bijvoorbeeld, we zetten hem neer bij transfering in Berlijden en dan weten we al wat richting Katwijk komt. Dat is een middel. We hebben heel veel gedaan in samenwerking met de gemeente aan de proactieve kant. We hebben heel veel gedaan aan de preventieve kant en eigenlijk is dat ons belangrijkste succes geweest. We hebben meer voorkomen, waardoor we minder heterdaad situatie hebben gekeerd. Dus lokfiets is een middel geweest, maar zeker niet het enige. De daders komen uit verschillende leeftijdsgroepen en uit Katwijk. De gelegenheidsdief kan zomaar zijn een jongetje van 12. Wat recent ook gebeurd is, die werd aangehouden. Maar dat zijn vaak toch de plaatselijke mensen. En ook daar met de plaatselijke mensen hebben we afgesproken met de gemeente van joh, dan gaan we toch eens proberen te kijken achter de voordeur. Om te gaan kijken of we in samenwerking met de gemeente misschien wel de woning kunnen sluiten. Nou, je hebt niet minder dieven. Wat je alleen wel ziet is dat het toch een effectief middel is. Of je steeds de juiste dader pakt, hè, dus de jongen die echt professioneel op pad gaat, of die zeg maar de lokfiets weggaat, ja, durf ik gewoon niet te zeggen. Een patroon is moeilijk. Wat je wel ziet is dat het verschuift. Dus ik denk ook nooit dat we het zullen voorkomen. We hebben heel veel energie gezet op de boulevard en in het centrumgebied. En wat je nou van ziet is dat het verschuift richting de Hoornes. We kunnen zelf voorkomen dat onze fiets gestolen wordt. En niemand beter dan de politie weet hoe. Gebruik alsjeblieft 2 sloten en waarbij 1 slot in ieder geval ergens aan vast kan zetten. Dus een kettingslot in de combinatie met een goedgekeurd slot die normaal zit. Maar doe niet alleen je slot wat om je achterwiel heen zit, want ze tillen je fiets op, nemen je fiets mee. Ja, en als je in alle rust zeg maar kan gaan sleutelen je fiets, is elk goed slot kapot te maken. Maar maak het gewoon moeilijk. En de Sint is weer in het land. Afgelopen zaterdag werden hij en zijn Pieter weer feestelijk onthaald in Rijnsburg en Katwijk aan Zee.
Ondanks het druilerige weer werd de Goedheiligman opgewacht door honderden blije kinderen en hun ouders. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje, kom maar even bij ons aan en laat uw paardje buiten staan. En we zingen, we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen. Heeft u een leuke en een goede overtocht gehad? Ja, natuurlijk wel een hele goede overtocht hebben we gehad. We moesten eerst naar Meppel en met de wilde wieven, maar toen naar Rijnsburg en dat paste niet helemaal, dus zijn we met een kleinere boot aangekomen. Dus het gaat helemaal goed. Dank u wel. Helemaal goed zeg. En dit tegen de kijkers van RTV Katwijk wil ik zeggen, ik vind het heel leuk maar weer te zoeken om jullie daar allemaal aan de andere kant van de televisie tegen te komen. Weer naar Spanje rijdt, Sinterklaasje, kom maar even bij ons aan. Zwarte Piet, hoe is het om na een jaar weer in Rijnsburg te zijn? Ja, heerlijk. Ik heb het gemist, man. Ik ben blij dat ik er weer ben en alle kinderen zijn er weer. En gezellig en pepernoten en ik ben weer helemaal blij. Ja. We springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen. U bent net door al die kinderen heen gelopen hier zo. Ja. Wat voor gevoel geeft dat? Een heel warm gevoel, hè. Rijnsburg bleef toch altijd een beetje een speciaal plekje in mijn hart houden, natuurlijk. Hè? Dat begreep je wel. Wonen de leukste kinderen in Rijnsburg? De leukste kinderen? Nou, dat wil ik niet zeggen, natuurlijk. Die wonen overal, hè. En de liefste kinderen. Maar ze zijn hier altijd wel super enthousiast. Achoo! Muziekvereniging door Vriendschap Sterk, beter bekend als DVS, heeft definitief een dak boven het hoofd. Afgelopen vrijdag vond de officiële opening plaats van hun onderkomen aan de Nieuwe Duinweg 51. De officiële openingshandeling werd verricht door burgemeester Wiene. Dit ging uiteraard gepaard met een muzikaal spektakel. En ook een eer om hier op dit bijzondere moment te mogen staan. En u te feliciteren. Zacht. Op straat staan met deze vereniging, dat kan toch niet waar zijn. Maar het is gelukkig uiteindelijk. Eerste repetitiedag met je nieuwe koor. Hoe is het om de schoenen te vullen van je voorganger? Ja, dat zijn flinke schoenen. Hij is een man met een geweldige staat van dienst. Met zijn hele fijne schoenen om te vullen. Want hij laat een geweldig koor na. Met een geweldig enthousiasme. Een mooie zangcultuur. Dus ik kan maar één ding zeggen. Het is een grote vreugde. En wat is het eerstvolgende dat op de agenda staat? Waar zijn jullie voor aan het repeteren? Wij zijn aan het repeteren voor het komend concert op 27 november. En op het programma staan twee missen, één van Mozart en één van Schubert. En na de pauze een hele mooie mis van Ola Jelo, de Sunrise Mass. Waarom heb je besloten om dit koor te willen dirigeren? Nou, allereerst omdat het een oratoriumvereniging is met een grote staat van dienst. Dus ze hebben een groot repertoire in de loop der tijd opgebouwd. Het is een groot koor, het is een gezond koor. Het is een hele vrolijke gemeenschap. Het is ook nog eens een keer dicht bij huis, dus dat scheelt ook nogal. Maar ze zingen gewoon heel erg lekker. Dus op de repetitie dat ik kwam kijken en proefdirigeren, ja, toen voelde ik wel dat er een klik was. En dat leidt dan tot een hele fijne samenwerking. Snel door naar Excelsior, want 40 jaar lang stond Wim van Herk als dirigent voor het Katwijkse Oratorium Koor Excelsior. Begin juli gaf hij het dirigeerstokje over aan Ronald Trails. Afgelopen zaterdag vond er in de gereformeerde kerk in Rijnsburg een studiedag plaats voor het concert dat Excelsior op 27 november zal geven in samenwerking met het Holland Symfonieorkest. En dan brons voor dansgroep Chancé op het NK stijldansen voor mensen met een beperking. RTV Katwijk was erbij.
Op zaterdag 14 november 2015 werd het Nederlands kampioenschap stijldansen gehouden in de G-klasse. Al vroeg in de morgen verzamelde dansclub Chancé zich uit Katwijk om met een volle bus af te reizen naar Ermelo, waar dit festijn al voor de derde keer wordt gehouden. Diverse plaatsen uit Nederland waren vertegenwoordigd. Ruim 120 dansparen verzamelden zich op de dansvloer. Cor van der Stoet opende het NK en stelde de jury voor. Van der Stoet legt uit. We hebben eerst een stichting opgericht, Dansport op Maat Nederland. En we hebben eens geïnventariseerd waar overal in Nederland dansles werd gegeven. En soms was het in een dansschool, soms was het in een zorginstelling. Heel, heel divers, er waren ook aparte stichtingen opgericht. Chancé is een geweldig voorbeeld uit Katwijk daarvan trouwens. Zijn vandaag met de grootste delegatie op dit NK. Tussen de officiële dansen in werden er groepsdansen gedanst. Eén groot feest. Wat betekent dat om ambassadeur te zijn voor deze doelgroep? Nou, kijk, dit is natuurlijk een hele blije doelgroep. Mensen zijn aan het dansen, ze gaan er helemaal voor. Ze zijn helemaal bezeten van de dans. Ik kreeg zo net ook heel galant een hand, zoals een danser uit de oude tijd, zeg maar, met een handkus. Nou, dat vond ik zo leuk. Oh, heel romantisch. En die danste ook mee, die jongen. En die is vierde geworden in de voorronde. Dus ik ben helemaal benieuwd waar die eindigt. Ik herken ook een heleboel mensen van vorige keren. En het is een feest om ervoor te zingen. Waaraan zie jij de plezier? Hoe zie je dat? Ja, dat zie je aan de houding. Dat zie je aan de houding van de mensen, of ze het leuk hebben, ja of niet. En het voordeel van deze mensen die hier aan meedoen natuurlijk, zijn gewoon goede dansparen allemaal, want ze krijgen gewoon goed les. Maar het belangrijkste wat je aan ze ziet, is dat ze heel puur zijn en het puur doen omdat ze het leuk vinden. En ik denk dat wij daar allemaal wel wat van kunnen leren. Marleen de Groot, die voor het eerst meegaat naar dit Nederlands kampioenschap, staat meteen in de finale met de cha-cha-cha met haar danspartner Karin. En wat dansen ze goed, met zoveel enthousiasme. En ze eindigen als derde. Wat een prestatie. Stralend op het podium. Applaus voor Marleen de Groot van Chancé. Ja, prachtige beelden. Volgende week maandag zendt RTV Katwijk om 8:30 een uitgebreide reportage uit over het NK-stijl dansen voor mensen met een beperking. En tot zover RTV Magazine. Zaterdag kunt u weer luisteren naar RTV Magazine op de radio. En voor meer lokaal nieuws gaat u naar rtvkatwijk.nl. Volgende week is er weer een nieuwe RTV Magazine. Heel graag, tot dan. Fijne dag.